vandaag. We keren Den Haag de rug toe, want al die linkse vegetariërs hier die om een zelfverzonnen stikstofprobleem de boeren hun land afpakken, ja, dat moet nu stoppen. Mensen die nog nooit een schop in hun handen hebben gehad, die nog nooit op een trekker hebben gereden, en die zitten nu bij D66 en de VVD en die zijn allemaal leuke praatjes aan het houden, maar uiteindelijk hebben wij straks honger. Er zijn heel veel dictatoriale regimes geweest die zijn begonnen met het aanpakken van de boeren. De boeren zijn de grootgrondbezitters, de boeren die zorgen voor onze voedselzekerheid. Als je die ruggengraat uit de samenleving wegsnijdt, dan heb je echt een heel groot probleem.